als ik terugkijk op mijn schooltijd, dan heb ik geen concrete ervaring met kansenongelijkheid zoals discriminatie. Maar mijn achtergrond heeft wel een grote rol gespeeld en speelt nu ook nog een grote rol. Zeker als ik kijk naar mijn gevoel en de onzekerheid die het heeft opgewekt tijdens mijn schoolperiode. Ik ben geboren in Ethiopië, maar opgegroeid in Nederland. Ik ben geadopteerd door Nederlandse ouders en woon nu al 22 jaar ook in Etten-Leur, samen met de 3 niet geadopteerde broers en zussen. Ik ben dus opgegroeid in Etten-Leur en daar ook naar de basisschool en middelbare school gegaan. Ja, dat was gewoon een witte omgeving. Er waren heel weinig mensen van kleur. En ik had dus daarbij ook geen rolmodellen of mensen waar ik tegenop kon kijken. Ook geen docenten die van een andere afkomst waren dan Nederlands. Diversiteit werd niet besproken en dat zorgde voor mij eigenlijk dat ik nog onzekerder werd. Of in ieder geval het idee had dat ik de enige was die onzeker werd over mijn achtergrond. De onzekerheid zorgde vooral ook dat ik weinig voor mezelf kon opkomen. En dat zorgde dan voor, als ik ergens wilde solliciteren, dat ik redelijk vaak het antwoord kreeg dat ik wel goed was. Maar dat ik overkwam als wat onzeker, dus dat ik daaraan moest werken. Mijn onzekerheid heeft er ook voor gezorgd dat ik heel erg de drang had om mezelf te bewijzen, om het beste uit mezelf te halen. Dus zowel gymnasium doen als aan de universiteit studeren, als daarna ook nog vrijwilligerswerk en stages. Die onzekerheid die is me eigenlijk bijgebleven tot ik terugging naar Ethiopië, naar mijn roots, samen met mijn adoptieouders en gezin eigenlijk. En daar besefte ik pas hoe het is om te leven in een samenleving waar iedereen op mij lijkt, waar ik dus niet de uitzondering ben, maar de rest van mijn familie. En later ben ik nog een half jaar heb ik gestudeerd aan de universiteit in Nairobi, in Kenia. En dat heeft er al helemaal voor gezorgd dat ik minder onzeker werd, omdat ik daar heel goed zag dat je niet overal kunt zeggen wat je wilt zeggen, zonder dat daar consequenties aan zitten. En in Nederland kan dat wel. En ik heb een stem, dus ik moet die ook zeker gebruiken. Dus mijn onzekerheid verdween een beetje in Ethiopië. En dat ik voor mezelf leerde opkomen, leerde ik in Kenia. In het begin zag ik mijn achtergrond als iets negatiefs en ervaarde ik dus veel onzekerheid daardoor. Maar door de jaren heen heb ik eigenlijk gemerkt dat mijn achtergrond alleen maar voor meer verrijking zorgt. En het heeft me heel wat positiefs bijgebracht. En ik wens dat eigenlijk iedereen toe en ik vind het daarom belangrijk dat het thema diversiteit een bespreekbaar thema wordt op de middelbare school. Zodat leerlingen en docenten met elkaar hierover kunnen praten en van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen waar nodig.